Sprookjespark besteedt aandacht aan laaggeletterdheid. De komende weken komen de verschillende BN'ers, zoals Bas Muis, Sascha Visser en Lieke van Lexmond, voorlezen. Het eerste weekend werd afgetrapt door Inge Ypenburg. Oh, ik zal maar bekennen. Ik kan nog steeds niet lezen en schrijven. Ach, maar dat meen je niet. Maar draad, dat kun je dus ook niet voorlezen. Nee. En zo gaat Sprookjes verloren. Ja, ik weet het. Oh, ik wil ook geen smoesjes meer verzinnen. Oh, ik schaam me zo. Zeg Draak, kom eens een beetje dichterbij. Ja. Ik heb een plannetje. Nee. Ja. Draak, jij mag bij mij op lees- en schrijfles komen. Oh. En dan mag je nu een ander kaartje uit het mandje van Roodkapje pakken. En dan zullen we eens gaan kijken wie er zal gaan voorlezen. Ja, oh, wat een goed idee. Ja. Even kijken hoor. Zo. Ach ja, laat eens kijken. Ach. Nou, dat is feest. Ja. Daar staat dat Inge Ypenburg komt voorlezen. Dat wilde Fico wel eens zien. Hij gooide zijn hooivork neer en holde achter ze aan. De grot lag halverwege een steile berghelling. En onderaan de berg zag Fico de paarden van de ridders staan. Hij klom naar boven. Meneer, u heeft net het programma gekeken met Inge Ypenburg, die voorlas. Dat is in het kader van de laaggeletterdheid en die stichting Lezen en Schrijven werkt die samen mee met de Efteling. Wat vindt u daarvan? Ik vind het heel erg goed dat ze dat doen. En de zaal zit goed vol, dus iedereen vond het heel erg leuk. Dus het was heel erg leuk om te zien en om te horen. Inge, je hebt net een stukje voorgelezen in het kader van laaggeletterdheid voor de stichting Lezen en Schrijven. Wat vond je ervan? Nou ja, ik vind het heel erg leuk om voor te lezen. Dus wat dat betreft ben ik alleen maar heel erg blij dat ze me vroegen. Want ik, als klein kind, toen ik nog niet kon lezen, toen ik 4 was, toen deed ik al net alsof ik sprookjes voorlas. En ik weet dat een jongetje in de klas ooit tegen mij zei, mijn vader leest hetzelfde verhaal voor, maar dan is het heel anders. Dus ik verzon maar wat. Maar gelukkig kan ik nu wel lezen. Kent u toevallig ook mensen in uw naaste omgeving met laaggeletterdheid? En denkt u dat dit inderdaad gaat helpen om meer aandacht aan te besteden? Nee, ik ken niet echt mensen om me heen. Of misschien zijn er wel, maar durven die het natuurlijk niet te zeggen. Dus daarom dat dit de drempel misschien wat makkelijker maakt voor sommige mensen. Oh, ik schaam me zo. Ik wil natuurlijk niet dat mijn vrienden me uitlachen, omdat ik nog steeds niet kan lezen en schrijven. Nou, het is heel belangrijk, want 1,3 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven. Hebben moeite om bijsluiters te lezen, hebben moeite om een cv te maken en te solliciteren. En kunnen daardoor minder makkelijk meekomen in de maatschappij. We hebben een samenwerking aangegaan met de Efteling, omdat de Efteling de hoeder van het sprookje is. En zij willen heel graag, en dat is ook het mooie als je binnenkomt bij de Efteling, dan staat er heel groot, zolang de penneveer blijft schrijven, blijven sprookjes altijd bestaan. En dus het belang van lezen, van voorlezen en zeker van sprookjes hier is zo belangrijk. Ze zeiden, hey, laten we samen wat doen. En dat is dit jaar voor het derde jaar. Ik werk zelf vrij regelmatig voor de Voorlees Express. En dat is ook een organisatie die zich richt op kinderen met taalachterstand. Nou, dit gaat dan specifiek over laaggeletterden. Ik vind het een van de belangrijkste dingen om me mee bezig te houden in Nederland. Want als je kan lezen, kan je zoveel beter deel uitmaken van de maatschappij. En het is zoveel makkelijker om je dromen te verwezenlijken als je goed kan lezen. Nou, afgelopen week was de week van de alfabetisering. Dat is slechts een week. Er zijn in totaal 5600 activiteiten door heel Nederland georganiseerd. Van voorleessessies tot dictées tot bijeenkomsten. En eigenlijk nu beginnen we echt met de samenwerking met de Efteling. Die duurt geen week, maar die duurt een maand. Dus elk weekend hebben we voorlezers hier in de Efteling. Alle bezoekers krijgen een boekje. In het boekje staan leuke taalspelletjes. En straks op 4 oktober hebben we de grote finale. En dan komt Prinses Laurentien samen met Paul van Loon voorlezen hier in de Efteling. Ja.